Welkom iedereen in een nieuwe aflevering van Spyro 2 Riptos Rage. Vandaag beginnen wij aan Magmacone. Ja, weer de typische, je kan het weer koppelen aan iets. Alleen dit is wel raar. De enige koppeling tussen deze wereld en Frexit Hills, dat is niet netjes wat je daar doet. Als je vriend doodgaat door een gigantische meteoriet, betaal je tenminste de begrafenis. Maar ja. Deze is gekoppeld aan Frexit Hills vanwege hun satire. Net zoals Zephyr heeft Magmacone eigenlijk maar 2 spirit particles nodig om de power-up te activeren. Daarnaast was Magmacone, voor mensen die mijn Spyro 1 let's play hebben gezien, ook een van de weinige werelden en ook de enige wereld in Spyro 2 die zijn oorspronkelijke naam heeft onthouden of is door de localization heen gegaan. Want net zoals met Cliff Town, Dry Canyon en Wizard Peak is dit de enige die in de Japanse versie hetzelfde heet. Daarnaast heeft deze ook redelijk veel backgrounds. Samen met Cloud Temples, Canyon Speedway, Molten Crater, Evening Lake en Dino Mines. Nou, Cloud Temple is degene die we nog gaan krijgen in deze game. Hetzelfde met Canyon Speedway. Alleen de andere werelden die ik opnoemde zijn eigenlijk allemaal in Spyro 3. En de enige reden waarom je ze gaat zien van, ze komen vaak voor. Als je kijkt naar de luchtconstructie of de kleureninval, het is oranje met een beetje geelachtig, een beetje stoffig. Dus wat je vaak hebt wanneer jij in een redelijk woestijngebied bent of wanneer jij in een zonsondergang hebt. Dus over het algemeen is het redelijk veel voorkomende kleur. Daarnaast heeft het een beetje dezelfde gasstructuur en bouwstructuur als Evening Lake. Wat hele rare is als je erover nadenkt. Want je zou denken dat een plek zoals Magmacone, want de grap met deze is dat je eigenlijk een vulkaan hebt waar alles hierop staat. Dus de grond op zichzelf is redelijk vruchtbaar. Maar wat je ook hebt is redelijk veel isolatie heb je nodig om de warmte erin te houden. Maar anders brand je zo alles weg. Want laten we heel eerlijk zijn, magma en lava zijn redelijk heet. En niet heet van, lekker, 25 graden. Nee, meer van, lekker, heet. 50 à 60 graden en erboven. En als laatste wat je hier kan doen is de payment skippen van muntjes. Als je de double jump glitch gaat doen. Opnieuw, doe ik niet voor. Dus ja, spijtig genoeg is het letterlijk waar het enige wat je hier gewoon kan doen. Of oefenen eindelijk van de double jump glitch. Of gewoon zeggen, fuck it, gewoon betalen. Want nu, op dit punt in de game ben je al eigenlijk op het laatste stuk van de herfstvlakte. Want hierna heb je alleen maar de wintertoendra. En de wintertoendra zijn maar een paar levels, zoals ik al een paar pas geleden heb gezegd. En dan ben je weer redelijk snel door de game heen. Ja, het is echt, als je puur kijkt naar de verdeling, het is nog steeds zo fucking raar dat Spyro 2 deze verdeling heeft. Want vaak denk je, je hebt 2 werelden gehad. Dan zijn er waarschijnlijk nog 2 werelden te gaan. Want over het algemeen, als je puur kijkt naar een naming sense, zoals bijvoorbeeld Summer, Autumn en Winter, dan ga je heel snel denken van, dan is er een lente. Nope. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld in Spyro 3 heb je alles met de dagen of de momenten van de dag. Want je hebt Evening Lake, Midnight, Hupplepup en Spring nog iets. Sunrise, Spring, Midday Gardens, Evening Lake, Midnight Mountain. Dus ochtend, middag, avond, nacht. 4 werelden. Want er zijn heel veel dingen die wel gecombineerd kunnen worden in 3. Maar over het algemeen is 4 een beetje het standaard aantal. Of tenminste een even aantal. Dus ja, ik heb al een beetje gezegd. Want en nummer 3
is vaak... Nou, kan vaak worden gezien als het... Nee, het eerste is de driehoek. Maar eigenlijk, als je stabiliteit wil... Is 3 eigenlijk al genoeg. Als jij op 1 poot staat, als je gaat wiebelen, ben je, val je neer. Ga je op 2 poten staan. Als die 2 poten naast elkaar staan. Als je dan de andere kant opleunt. Dus stel nou de poten zijn horizontaal neergezet. En je gaat verticaal leunen. Ja, dan val je weer om. Maar als je het een, met 3 doet, ja, klaar. Nou, voor de rest, 3 heeft niet zo heel veel... speciale dingen. De 3 wordt aangeduid met de kleur oranje. Religie. God, dat is een beetje een hele rare. God wordt gezien als de goddelijke 3-eenheid. Daarom wordt ook vaak iets als de Trinity gebruikt voor balans of religie. Wat raar is. Nou, het is balans, dus op zich. Op die manier kan je het wel zien. En over het algemeen, en dit is heel raar, als 1 keer iets gebeurt, is stom toeval. Het gebeurt 2 keer, dan heb je echt dat déjà vu ding. Ofwel, een duivelstraal vandaan komt oorspronkelijk vandaan déjà vu. Eerder gezien. Maar je kan het ook interpreteren als duivels. Maar, ja, ik weet niet waarom. En de 3e keer wordt gezien als waar en zeker van God afkomstig. En als iets in de Bijbel belangrijk was, duurde het vaak ook 3 dagen. Jona zat 3 dagen en nachten vast in de buik van de vis. Jezus stond er 3 dagen op en werd vaak 3 dagen gevast. En het mooiste wat ik altijd vind van nummer 3 is, en dat is een beetje van eigenlijk deels gekomen vanwege mijn opleiding en ook deels... heb ik een beetje teruggehaald toen ik de frames en ermee kijk. Als je iets wil beargumenteren, geef 3 redenen. Als je 1 reden geeft, kan het nog gezien worden als ja, oké, maar het is niet zo heel sterk. Geef je 2 redenen, sta je al wat sterker erin. Maar nadeel wel is, dan kan het nog steeds wel onkracht. Geef je 3 redenen waarom iets is, is het gewoon heel sterk en... Als ze ook redelijk van elkaar afstaan. Dus als je niet 3 redenen geeft die gezien kunnen worden als eigenlijk 1 reden. Dan heb je gewoon een heel sterk punt voor je argument. Dat is ook de regel van 3 eigenlijk. Maar ja, Magma Cone, als challenges heb je als volgende. Je hebt Party Crashers. Waarin je zometeen, dus wanneer je zometeen als je bovenop de vulkaan bent. Krijg jij... Een fly power waarmee je lava monsters moet vernietigen. Niet zo heel moeilijk. Maar je moet het wel even doen. Want je moet 12 van die beesten killen. En ze zijn best wel annoying om te raken. Dan heb je nog een hele rare challenge. Waarin je met Hunter weer mag gaan klooien. Alleen hier is weer punt. Hunter geeft je orbs die hij niet aan fucking jou geeft. Ik zweer, volgens mij heb je in de hele game 10 orbs. Die alleen maar van Hunter komen. Hunter, ik weet niet meer hoeveel orbs je nodig hebt om Ripto te gaan doen. Volgens mij waren het er 60 en volgens mij zitten er 70 in de game. Maar dit lijkt me nou niet echt de bedoeling, Hunter. Had me dan ook gewoon chests gegeven. Bedankt dat je de vulkaan hebt afgesloten, Spyro. Het begon hier een beetje te heet te worden. 2 dingen. 1. Je woont in de buurt van een vulkaan en dan denk je van, ja, was het wel een beetje te heet. Yo, slimmerik. Je woont in de buurt van een vulkaan. Vind je het heel gek? 2. Waar de fuck wil je die talisman voor gebruiken? Kijk, dat je een talisman gebruikt om hockeykaartjes te halen. Oké, prima. Helemaal goed. Want dat is nog een beetje waard. Maar anders... Oké. Gozer, ik heb weer een vraag voor jou. Hoe de fuck passen die dingen op jullie hoofd? Ja, deze lavamonsters hou je niet zomaar neer. Met een simpele vuurbal.
Lijkt me redelijk logisch. Wat je eigenlijk hiervoor moest doen was volgens mij of het chargen. Of... Nee, dit was hem. De lava geizers gooien de rocks. Breng de rocks naar boven. Die moet je opvangen terwijl je vliegt. En daarmee kan je ze neerhalen. Voor mij zat er geen homing priorities in, maar de speling die je hebt qua mikken is wel aardig groot. Dus op zich. Zoals je ziet, ik kan nog met redelijk veel wegkomen met deze. Maar ja, ik kan ze niet stokken, dus je moet iedere keer wanneer je zo'n ding ziet, moet je ze wel weer neerhalen. Of moet je kijken van oké, waar ze het dichtstbij zijn, dan kan ik hem pakken. En op zich zijn de flying dingen nog steeds aardig goed om te doen. Dus als jij wilt draaien of wat dan ook om weer iets op te pakken, kan je redelijk snel draaien. Dus op zich zou het geen probleem moeten zijn. En dat is 7. Ik heb nog gekeken. Het is echt belachelijk van hoe ik het nog steeds zeg. Want voor mij was het vorige part, wat part ervoor, zei ik 7 in plaats van 7. Maar er zijn ook mensen die zeggen het is nee, het is neugen. En dan denk ik mezelf van ja, Daar heb ik zelf nooit eerder gehoord dat mensen neugen zeggen in plaats van 9. Ik weet niet ook in welk accent dat precies, of welk dialect dat precies was. Fuck off, dat is niet netjes. Oké, kan ik hem neerhalen van afstand? Ja. Ik weet niet, als ik deze dingen zie, altijd met een mikken, moet ik niet denken aan Spyro. Dan moet ik altijd denken aan de oude Disney game voor de PlayStation 1, Kuzco's Emperor's New Groove. Want daarmee had je speelde je als een lama die eigenlijk druivenpitten afschoot. En de, nou ja, roos die je gebruikt is exact dezelfde kleur als degene die ze gebruiken in die game. Weet niet. Om een of andere reden koppel ik dat altijd met die game. Terwijl eigenlijk het als een mechanic niet heel erg nieuw is, of echt speciaal is, of bijzonder is, maar toch, om een of andere reden koppel ik het altijd aan die game. Ik weet niet of andere mensen dat ook hebben, dat ze een bepaalde gimmick of een bepaalde gameplay mechanic heel snel koppelen aan een ander game. Nou, leg mij eens even uit hoe fuck een ijsgod in een vulkaan is. Maar oké, prima joh, helemaal goed. Nou, dit is jouw Mr. Vile de Crocodile minigame waarin wij 10 van deze dingen moeten gaan pakken. Nou, het is volledig willekeurig, dus je moet maar gewoon geluk hebben. Het beste wat je wel kan zeggen is: volg de paden waar het uitkomt. Want je kan op zich Hunter een beetje voor zijn. Maar soms spring jij en pak je hem, maar dan registreert hij hem niet en dan pakt alsnog Hunter hem. Dus heel eerlijk is het niet echt. Rot op, Hunter. Je had gewoon deze bommer gewoon normaal kunnen geven. Ja, en wat ik hier deed was niet heel slim. Je moet eigenlijk altijd in het midden blijven. Als er eentje naar de zijkanten gaat, of naar zo'n hoek, of naar een doodlopende weg, probeer die niet te pakken. Want voordat je weer terug bent, heb je heel veel tijd verloren.
Want je ziet nu wel gewoon hoeveel tijd je eigenlijk net hebt verloren met alleen maar dat kleine stomme rotstukkie. En ja, dan loop je al heel snel 2 of 3 achter. En dat kan je op zich nog wel inhalen, maar dan moet je achter degene gaan die Hunter pakt. Want het is de oude Johan Cruijff mentaliteit. Zolang wij de bal hebben, kan de tegenstander niet winnen. En deze was heel close. Rot op moeilijker. Als hij nog moeilijker gaat maken, dan red ik het niet eens. Dus ja, meer valt eigenlijk niet heel veel meer te doen. Volgens mij was dit de laatste qua gems. Yep, we zijn klaar. En we hebben ook eigenlijk alle levels al gehaald. Oh, zo heb je die facemutjes op. Jongens, jongens. Is het nodig om zoveel begrafenissen te regelen? Echt. Nou, en nu gaan we eigenlijk de leukste boss van Nando behandelen. En dat is de bossfight tegen Gulp. En zou zeggen, oké, maar waarom is Nando's? Nou, Nando had die problemen mee. Nando had problemen met deze fight. Want eigenlijk, deze kan je redelijk makkelijk doen. Alleen, en dan geef ik wel heel eerlijk toe. Hij is heel annoying. Maar je zou denken van, oké, je moet dingen ontwijken door te gaan chargen. Nee. Wat je moet doen is gewoon rustig bewegen. Want ga je chargen, gaat het mis. En ik geef ook heel eerlijk toe. Als je de game vergelijkt met de oorspronkelijke... Gulp was niet moeilijk in Spyro 1. Ik bedoel in de oorspronkelijke Spyro 2. Alleen... Ja, oorspronkelijk kon je de elektrische ballen van hem nog wel een keer tegenhouden. Door gewoon heen en weer te bewegen. In deze is het wel moeilijker. Als hij je raakt... Het beste wat je kan doen... Is gewoon rustig zigzaggen. En ja, wat je hier allemaal krijgt... De pterodactyl... Dropt allemaal items voor je. Dat kunnen zijn barrels, maar ook... Nou ja, raketten, et cetera. En dan moet je gewoon even opletten. Want soms heb je geluk en krijg je mooie dingen, maar soms heb je ook pech. En zie je wat ik hier nu bedoel met chargen? Als je gaat chargen, dan... Heeft hij jou heel snel in de gaten dat je dingen gaat doen... Die je eigenlijk niet zou moeten doen. Want je ziet al hoe snel je wordt geraakt in deze. Nou, de mooiste zelf vind ik de raket. Want dat is eigenlijk niet zo heel veel moeite. Dat is letterlijk klaarstaan, mikken, gaan. Want je ziet in ieder geval van, ik kan het allemaal net ontwijken als je gaat chargen. En ja, het is eigenlijk niet heel goed om te doen. Het beste wat je kan gewoon doen is zigzaggen met iedere even à oneven dingen die hij dropt. Want het is gewoon heel pittig om te doen. Nou, dan ben je op de helft. En als je op de helft bent, dan... Nou, hij blijft weer hetzelfde doen. Maar ja, voor een grote stierbos is die best... Nou ja, is hij meer gefocust op long range dan close combat. Terwijl ze zeggen dat close combat meer zijn ding is. Ja, en dit is eigenlijk de bedoeling wat ik hier deed. Niet geraakt worden, maar gewoon heen en weer lopen... Tussen de elektrische bollen heen.
Want opnieuw, ga je chargen? Ja, sorry, je verliest 11. En volgens mij was een van de problemen destijds ook dat je een trofee in deze game kan krijgen als je dit doet zonder dood. Of nee, zonder geraakt te worden. Wat op zich niet super moeilijk is, maar... Ja, je moet even het patroon kennen van Gulp. Want dat is het voornaamste eigenlijk. En het wel een groot nadeel. Het kan ook zomaar zijn dat Gulp de dingen vernietigt. In een andere bossfight ga je dat ook nog wel merken. Dan heb je opeens van, oh, ja, geef maar. Ah, oh, godsamme, waarom is het dan weer zo ver weg? Of waarom is het dan weer kapot? En ja, hij kan ook healen als hij de kippen ziet. Dus... Ja. Maar ja, het beste wat je kan krijgen zijn de barrels en de raketten. Bommen zijn minder handig, want als hij in beweging komt, dan kan het ook zomaar zijn dat hij de bom mist. Kom maar door. Oeh, extra health, dat is heel... Nou, een extra leven, dat is heel mooi. Even de kippen weghalen, zodat hij ook geen health krijgt. Want daardoor kan deze fight soms heel lang gaan duren. En dat was Gulp. En klaar. Betere vraag is, wat is Gulp eigenlijk? Is Gulp ook een draak? Toch even, ik zie iedere keer die guidebook. En ik zit eigenlijk te wachten tot Whatnot zijn bek weer gaat opentrekken. Het probleem was de Whatnot. Ja, was de Whatnot. Die oude man. Maar ja. Je zit niet in deze game, dus we moeten het doen met de standaard. Je hebt zoveel gedaan voor Avalar. En ik weet dat je nu niets liever wilt dan een vakantie. Daarom hebben we iets leuks voor je. Het is niet veel, maar hopelijk vind je... Oké, deze scène snap ik voor geen meter. Gozes, we moeten nog Ripto neerhalen. Ripto is nog niet verslagen. Hij zit nog niet te klooien in de winter tundra. Zie je, ik snap deze scène niet. Ik moet haar volgen. Hé, waar is ze nou? Ik moet haar volgen. Zo, wat de fuck ben je aan het doen? Ik denk dat ik eindelijk een weg gevonden heb naar de drakenwereld via de superpoort. Dit krachtkristal geeft ons de... Oké, waarom zeg je dat nou? Ik moet eerst nog wat berekeningen uitwerken. Ja, ik heb het. Prachtig. Alles is eindelijk klaar. We hebben meer bollen nodig. Maar met de krachtkristal boost zouden... Natuurlijk heb je meer bollen nodig. Ja, Ripto. Dat dachten we eigenlijk wel, ja. Maar ik ben bang van niets. Ik ben bij die dikke beer. Wacht even. Hoe de wat heeft Muntjes eigenlijk voor ding? Snel, het krachtkristal. Dat zou ik niet doen, Boekenwurm. Of jij wordt zweer als slimste hoopje as. Jongens, het is maar een bom. Hunter, jij bent echt... Ja, maar kijk, je mag zeggen wat je over de Legend of Spyro, maar... Laten we weer heel eerlijk zijn, daar deed Hunter nog iets. Hier? Nee. Hier zit hij meer in de weg. Nou, Riptonia lijkt me niet zo'n hele goede naam, maar oké, dat ben ik. Muntjes, hoe vaak verhuis jij wel niet? Echt. Zijn al deze kastelen van jou? Dat lijkt me toch een beetje... niet goed. Ik zou bijna zeggen van, jongens, breek de kettingen. We beginnen met onze communisme. Jongens, Ripto leeft nog, dat wisten we ook nog wel. Echt. Daar zien we zomaar Wout, maar ik wil één ding. Hey, Muntjes, mag ik een paar van die bommen? Muntjes, niet om met jou te fucken. Laat maar, dat is wel om met jou te fucken. Geef mij gewoon die kopstoot. Helemaal goed, joh. Helemaal top.
Nou mensen, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.